Hey, een hele goede morgen en welkom terug bij een nieuwe vlog. Dus, vandaag mijn tas opnieuw inpakken, want dat ding is wel aardig een rommeltje. Ik kan er bijna geen ene ruk in kwijt. En ik kan bijna niks weer vinden en toch heb ik hem zelf zo gedaan. Dit is de 15... Dat is de computer die aangaat. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar ik wel. Dat is de 115.000ste keer dat ik alles eruit trek en er alweer opnieuw in. Duw. Wat is nou? Duw of duw? Er alles opnieuw in. Douw. Want ik weet niet hoe ik het moet hebben. Echt niet. Dus daar ga ik even naar kijken zometeen. En dan hopen dat ik alles zo wil hebben zoals ik het wil hebben. En dat ik dan de komende jaar tot dat hele ding naar de klote is, die hele tas, goed zit. Maar dat zie ik in principe snel genoeg. Eerst even zorgen dat ik alles eruit krijg. Sorteer. Wat ik niet nodig heb eruit. Maar dit keer er ook echt uit. Want ik heb er nog heel veel in zitten dat ik gewoon werkelijk waar niet gebruik. Waarom bewaar ik altijd alles? Echt waar, de kleinste kutdingen die bewaar ik. Je kent die oordopjes met die rubberen silicoontjes. Ik heb een doosje onder mijn bed liggen, daar liggen wel 3000 van die silicoontjes in. Groot, klein, blauw, roze, paars. Weet ik veel welke kleuren wel niet allemaal. Duur, goedkoop. Van goedkoop action oordopjes tot die dure pioneers die ik nou heb. Dus, ongelooflijk. Uitzoeken, opnieuw sorteren. Dat is de punt nu. Ik kijk nu live Roman Edwards Vlogs live. Voor de 10 miljoen. Ongelooflijk. 10 miljoen voor vlogs. Die gast heeft echt ongelooflijk veel. Maar die is ook super goede vlogs die hij maakt. Daar kan je alleen maar van dromen, joh. 10 miljoen. Ik ben al blij als ik 100 heb, man. Hier. 10 miljoen. Hij heeft nou 9.999.933. En hij telt al verder op. Op en op. En die andere YouTube van hem, Rome Edwards, die heeft 9.838.000. Hij springt bijna over. 9 naar de 10 miljoen. Hij zit er zo dichtbij, let op. Oh. Kijk hoe snel dat gaat, joh. Hij krijgt mijn aantal subs gewoon binnen een seconde erbij. 65. Ongelooflijk. Hij zit nu al op 200, 300, 400. Oh mijn god. 460, dat gaat echt snel, jongen. Kijk, hier, 500. Dat gaat zo snel, echt waar. Zo vet cool. Dat is een getal waar mensen alleen maar van kunnen dromen. Ongelooflijk. Geweldig. Ik ga eerst voor de 1000. Of nou, eerst voor de 100 en daarna ga ik voor de 1000. En dan zie ik ooit nog wel een keer weer verder. Als ik ooit de 1000 haal, ben ik goed bezig. Echt waar. Ik weet dat mijn vlogs saai zijn, man. Wauw. Ik moet echt wat meer dingen gaan doen om meer subscribers te krijgen. Ik moet toch wat meer met dat ding rond gaan lopen overal. Wauw. Ik kies me verder met mijn tas. Dus ik had een tijd geleden die nieuwe oordopjes besteld. Toen stond er nog plus minus 4 dagen. Dat had ik jullie gezegd. Ik kijk nou weer op de site. Online voorraadstatus. 2 oranje stipjes, net als vorige keer. Ontvang binnen 14 werkdagen. Ze hebben hem niet in Goes, niet in Antwerpen, niet in Rotterdam, niet in Amsterdam. Alle 3, alle 4. Ze hebben hem nergens. Dang it! Waarom niet? Die andere oordopjes die worden al minder en minder. Begint nou ook langzaam te horen. Nou, ik vind dit niet leuk. Ze hebben nog wel die, hoe heet dat? B-status. B-status hebben ze wel, tweedehands. Die hebben mensen weer teruggebracht.
B-stock ook goed. B-stock Pioneer DGA 1500 K&Aero dopjes. Zwart V8. €67. Op voorraad. Besteld voor 23 uur. Morgen in huis. Gratis. Mag ook wel voor die prijs. Damn it. Waarom? Oh, ze hebben nog meer. B-stock. Ook Pioneer. €62. Ook zelfde drie groen. Damn it. Waarom moet ik nog altijd wachten op dingen? Nou ja. Zolang deze nog doen, vind ik het allemaal wel prima. Waar heb ik ze eigenlijk liggen? Ik denk dat ik ze beneden heb liggen. Maakt ook niet uit. Oh, damn it. Maar goed dat ik kijk. Ik denk al, ze zijn het gewoon vergeten of zo. Maar daarom krijg ik hem dus niet. Ik moet nog 14 dagen wachten. Althans, dat was vorige week. Dus ik denk nou nog een week. Ik zal het wel zien. Ik ga nou eindelijk eens een keer spelen. Iets wat ik al meer dan een half jaar niet meer gedaan heb. Ik ga Counter-Strike weer backspelen. Ik ga Counter-Strike weer spelen. Hele lange tijd geleden. Kijken of ik nog een keer weer zo ver kan komen met Gun Game. Ik denk het niet, maar we zullen snel genoeg zien. Dus we gaan een spel zoeken. En dan... Hij staat nogal op Army Race. Start. Hoop dat ik deze dicht mogelijk bij de 1 kan komen. Denk het niet, maar we zullen snel genoeg zien. Goed om dit eindelijk een keer weer te spelen. Heerlijk. En ik ga nog hartstikke positief ook. 21 op 8. Gaat alleen maar beter. Ik ga nog even doorspelen. Ik kom zo bij jullie terug. Ik weet niet hoe donker het is, maar ik heb mijn licht maar aangedaan. Ik weet niet of je me ziet zonder het licht aan. Het wordt al aardig vroeg donker. Het regent nou ook buiten. Jakkie. Ik hoop dat morgen vroeg in ieder geval weer droog is. Want dan kom ik in ieder geval weer in de droogte naar huis. Of in ieder geval naar het werk. En daarna weer naar huis. Dus ik heb net even weer de Counter-Strike gespeeld. Dat is voor mij bijna een half jaar geleden dat ik dat gespeeld heb. En het is nog altijd genieten. Echt waar. Wat is dat een mooi spel. Online tegen al die gastjes. En dan als je een keer een mooie shot maakt of zo. Meteen van die gastjes van... Hek. Oh, zo leuk. Ben ik samen met een kameraad echt zwaar verslaafd aan geweest aan het spel. Iedere dag, maar ook iedere dag. Meteen naar school, naar huis. En dan zullen we s'avonds met elkaar even gamen. Hij bij mij thuis, ik hier zo. En dan zijn we samen gaan spelen. Alleen hij is er zo gek in geworden. Hij is gewoon bijna bovenaan. Bovenste level van dat spel. En dat noemen wij... De meeste mensen noemen dat no life level. Want als je daar bent... Dan ben je wel echt heel erg in het spel bezig hoor. Dat is niet normaal. Maar oké. Hij is zo hoog. Moet hij weten joh. Nou, ik ben nou nog even bezig met... Mijn vlog online te gooien. Daarom kijk ik niet naar jullie, maar naar de schermen. Dan moet ik de hele tijd dit doen. Ja, dat valt... Oh, wacht. Ik kan zo alles zien.
Moet ik soms een beetje opletten waar ik klik. Maar het wil wel zo. Het is... Nee, het wil niet zo. Waar was ik nog mee bezig? Oh ja, daar is ook mee. Ik moet nou muziek hebben. De muziek is van Casey Colhoun. En dan Sundress. Mooi nummer. Moet je een keer opzoeken. Echt waar. Van vlog 102. Eerste keer dat ik dat nummer heb gezien. En dan ook meteen gebruiken. Dat ben ik. Meestal. En het nummer staat er nou in. Dus opslaan. Privé, openbaar. Publiceren. En jongens, hij is nu online. Hij is al een dag online. Hij is al 2 dagen online nu. Vlog 103 nou alweer. Dus, hey. Dit is voorop mijn Facebook hoor. Een nieuwe vlog. Bied maar. Wil er 5 euro voor. Voor dat lelijke opladertje? Een kabeltje. Die mafkees wil er 5 euro voor. Die mafkees wil 5 euro voor een kabeltje. Mooi, als ik naar de Action ga, dan kan ik een stuk of wat krijgen voor 5 euro. Jullie staan scheef. Kan dat? Ja. Zo beter? Waarschijnlijk wel. Waarom zou je 5 euro voor een kabeltje betalen als je bij de Action een heel bundeltje kabeltjes kan krijgen? Slaat toch helemaal nergens op? En zo zijn er wel eens vaker dingen hoor. Op internet moet je ook overal goed rondkijken. Net als met die oordopjes die ik heb. Bij een normale site zijn ze 100, 150, 180 euro. En dan kon ze nou toevallig bij Backshop voor 70 krijgen. Nou Backshop, daar ga je bij mij vooraan. Ik heb altijd al Pioneer gehad. Ik heb als allereerste een soort Pioneer Move Beats gehad. Ik weet niet hoe ze het voor mij Move Beats. Pioneer Move Beats. Althans, dat idee heb ik wel. Er zit een supergoed geluid in. Dat was toen 50 euro. En toen kwam ik met de Pioneer Indie Minis. Van die oorplugs. Ik weet niet hoe die heette. Die waren ook 50 euro. En toen kwam ik over naar de DJ headset. Die waren toen 80. Die zijn nu 130 euro of zo, die dingen. Dat is ook alweer 5 jaar geleden. Dus die dingen zijn echt spotgoedkoop. Toen. En daar zit een geluid in, dat wil je niet weten. En nou heb ik deze Pioneers gehad. Die heb ik 2 jaar gehad met die subwoofer. En die woofer sub nou niet meer. Oh shit, hij valt naar beneden. Die subwoofer die sub nog wel, maar... De kabeltjes aan de bovenkant van de oren die gaan naar de kloten. En ik denk als ik ze nog 4-5 weken gebruik, dan zijn ze kapot. Dus daarvoor heb ik nieuwe besteld en daar loop ik nog op te wachten. Maar dat kan denk ik nog wel even duren. Dus dat is over en uit. Jongens, net als deze vlog. Ik ben er klaar voor. Die nieuwe oordopjes dan wel, hè? Ik hoop dat je deze vlog mooi vond. Laat het weten met een duimpje omhoog. En ik vlog nog niet zo heel veel buiten meer. Want het is stervenskoud buiten. Dan vriezen mijn vingers van mijn handen af. Of mijn vingers vriezen vast aan mijn tripod. Dat ook een soort van metaal is. Maar ik zou het wel weer gaan proberen wel zoveel mogelijk te doen. Maar met dit weer, jongens, kom op zeg. Het regent hard op. Dan ga je toch niet buiten lopen filmen, man. Ik ben geen Casey Neistat die een camera-shop onder zijn werkplek heeft. Waar hij woont. Een camera-shop zit. En dat hij gratis een nieuwe camera krijgt. En anders nog, die man die verdient zoveel. Die kan wel 10.000 nieuwe camera's kopen. Nou, zoveel verdien ik niet, hoor. Ik moet er echt eerst even voor gaan sparen. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat jullie er morgen weer zijn. Vrolijk, fris en een nieuwe vlog. Jongens, ik zie jullie morgen weer. Tot morgen. Aloha.